De combinatie van deze historische muziek en het schilderij van de slag bij Quatre Bras is heel bijzonder. Tijdens de Nacht van de Militaire Muziek wordt er een unieke voorstelling gespeeld hier in het Nationaal Militair Museum, waarin historische muziek gecombineerd met theater bij het schilderij zich zal afspelen. En u bent daar de geestelijk vader van. Klopt dat? Ja, dat klopt wel zo'n beetje. Ja, na een goed overleg met natuurlijk opdrachtgever vanuit de Nacht van de Militaire Muziek hebben we deze voorstelling bedacht. En het unieke is inderdaad dat je niet alleen kunt kijken naar een schilderij, maar je hoort het schilderij. Je hoort daadwerkelijk wat er gebeurt op het slagveld. Hoe doe je dat met muziek een slag tot leven laten komen? Ja, dat is best wel ingewikkeld. Het allerbelangrijkste is natuurlijk welke muziek ga je spelen. Dus we hebben ons laten informeren door een dokter, Annelies Andries. En zij is gespecialiseerd in muziek vanuit de Napoleontische tijd en met name militaire muziek. Nou, dat was 1 en 1 was 2. En we hebben heel veel muziek laten komen. Ik heb heel veel beluisterd. En we hebben een keuze kunnen maken en een compilatie kunnen maken van de muziek die dan die avond gespeeld wordt. Wat voor soort muziek moet ik dan denken aan hele heftige trommels en trompetten of violen of wat? Hoe klinkt dat? Ja, zeker. Dat ook. Je hoort heel veel signalen. Want signalen is natuurlijk uit militair historisch opzicht is dat een van de belangrijkste aspecten. Ieder regiment herkent zich aan een bepaald signaal. Het detail wat op het schilderij te zien is, dat is de trom. En de trommel, daar ligt nu ook een overleden Franse soldaat bij. Dat betekent dat als de trom niet meer klinkt, eigenlijk de slag verloren is. Dus die trom gaan we ook terug horen in de muziek? De trom gaan we zeker terug horen in de muziek. Ook zal er muziek te horen zijn wat minder heftig is. Dat heeft dan te maken met de emotie die het schilderij moet oproepen. Het is natuurlijk gruwelijk wat er gebeurt. Dus wat dat betreft dan is die emotie en de muziek, dat versterkt elkaar dusdanig dat ook de slag, want het is natuurlijk één groot spektakel wat we zien op het schilderij, dat is de muziek af en toe heel heftig. Hoe bijzonder is het om met een orkest bij zo'n schilderij zo'n muziekstuk te horen te brengen? Ja, dat is heel bijzonder. Wij zijn natuurlijk gewend te spelen filmmuziek bij bewegend beeld. Maar dit is de eerste keer dat wij zoiets samenstellen bij een zo groot schilderij, zo'n unieke productie en zo'n uniek compilatie van muziek bij elkaar te brengen. Dat is voor ons ook iets bijzonders. En er is ook nog een acteur bij. Er is ook een acteur. En de acteur die kruipt in de huid van Jan-Willem Pieneman. En hij stelt zich voor hoe hij dit schilderij tot stand gaat brengen. En het resultaat mogen duidelijk zijn.